Ik ben Angèle Chang en ik ben fashion designer van mijn eigen label. Het is begonnen met Joanne. Joanne is 4 jaar geleden geboren met een hazellip. En toen ben ik begonnen met zijn kleding ontwerpen. Dus echt focussen op hem. Van hoe ga ik al die energie die ik uit me heb, waar ga ik dat in stoppen? En ik wilde echt de kijk van mensen veranderen ook. Van kijk, je ziet gewoon een heel leuk gekleed kind. Niet omdat hij anders uitziet, niet omdat hij een hazenlipje heeft. Mijn uitgangspunt, is dat ik ontwerp echt voor het kind. En ook dat hij daarbij zich prettig moet voelen. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we Nederlandse stoffen gebruiken. Dat alles in Nederland wordt geproduceerd. En natuurlijk heel veel Nederlandse kenmerken met soms een heel erg Chinese afwerking of detail. Maar ik denk, ja, gewoon precies zoals wij zijn, denk ik. In Nederland geboren Chinees. Ik had met mijn zoontje, ja, op een gegeven moment, iedereen vroeg aan mij van waarom heb je van die verlaagde broeken gemaakt? Ja, hij had een luier. Ja, had een luier en het zag er zo lelijk uit. Met die strakke broeken. Dus ik dacht, wat is nou handig? Dan ga ik die kruis verlagen. Nou ja, dat was de eerste tekening was een foutje. Dus hij was een beetje heel erg verlaagd. Heb ik hem toch maar gedaan. En het stond hem wel leuk. Dus ik dacht, nou ja, dan laten we dat maar. Ja, dus wat dat betreft, dit was geen kunstwerk of zo. Dit was gewoon meer van, oh ja, dit lijkt me wel handig voor hem. Dit staat hem ook. En gelukkig staat veel hem, hè. En dit is praktisch en dat kan ik ook makkelijk in de wasmachine doen. Weet je wel, dus zo, ja, ik dacht en denk nog steeds als een moeder. Nou, hij weet wel dat mama gaat naaien. En hij weet ook van, dat heeft mama gemaakt. Dus hij zegt ook van, ja, dat heeft mama gemaakt. Dus zover is hij wel, dus ja. En hij krijgt natuurlijk best wel veel complimentjes over zijn kleding. Dus dat gaat een kind toch wel merken. Dus het doet hem natuurlijk ook heel veel goed. Nu hoop ik alleen dat ik daar ook daarnaast meer kinderen datzelfde gevoel zou willen geven. En ja, het is natuurlijk heel cool als je nu 4 jaar bent en je hebt een eigen fashion label. Ik bedoel, dat, ik hoop dat dat op zijn cv mag staan. Dus ja, ik vind dat eigenlijk iets hopelijk dat ik mee kan geven voor hem. Joanne is natuurlijk echt geboren met een open lip tot aan zijn neus. Dus dit was helemaal open. En je moet je voorstellen, je bent net bevallen van een kind. En daarmee moet je gewoon over straat. Je moet daarmee naar, er moest zoveel dingen gebeuren eigenlijk. En je kind ligt gewoon in een wieg waar mensen inkijken. Waar, en in plaats van dat ze er heel vrolijk naar je kinderwagen lopen, verandert dat gezicht helemaal. En zij weten zelf ook niet meer hoe ze moeten reageren. Ik vergelijk het ook soms wel eens van, kun je je voorstellen, de eerste keer dat je kind koorts had. Maar dan erger, weet je wel. Of de eerste keer dat je kind valt. Maar al die pijn hadden wij dus elke 5 minuten. En dat 2 jaar lang. Ik vind dat je vanaf de dag dat je bent geboren gewoon eigenlijk alles mee moet proberen te geven aan je kind. Ja. Dat is gewoon hoe ik als moeder erin sta. En ja, en dit is wat ik kan doen. Hoe moeilijk het ook is soms. Ik hoop echt dat wij als, of dat ik als moeder en als fashion designer meer zou kunnen betekenen voor kinderen en ouders die hetzelfde meemaken, maar ook voor kinderen en ouders die niet exact hetzelfde meemaken, maar wel gewoon vinden dat een kind zich goed mag en moet voelen op deze wereld. En ook echt alle gelijke kansen zou moeten kunnen krijgen.
home of girl, lie in the grass, to hear the earth breathe. Sailing away to feel.